Opvallende koppen uit de krant met de vraag: welk bericht stond daaronder? Voor beide, we zijn veroordeeld tot succes. Het lijkt me wel iets wat Willem Engel zou gaan zeggen als hij straks wordt veroordeeld. Dat hij zegt, oké, ik ben veroordeeld, maar tot succes. Vond het toch mooi dat hij is nu vrij, weer uit voorarrest. Maar dat hij vorige week, na 2 weken voorarrest, zei... ik ben blij dat ik in de voetsporen treed van Nelson Mandela. Dat is toch echt... Dat ik denk, oké, prima, vergelijk je. Maar ga ook 27 jaar de bak in. Dan kunnen we praten, vriend. Dat is toch echt... Dat is ongelooflijk. Ja. Nee, dat was het niet. Succesvolle periode. Wanneer dacht je, nu heb ik succes? Nou, eigenlijk vanavond dat ik hier zit, denk ik dat het wel een van mijn hoogtepunt is. Nee, ik kan me wel heel goed herinneren mijn eerste... de avond dat ik hoorde dat ik aangenomen was bij Klokhuis. Dat was wel mijn... want jullie noemen het dat je actrice bent. Nou, ik ben mislukte actrice hoogstens. Maar ik heb echt na mijn toneelschool heel weinig gespeeld. En op een dag... ik had allemaal bijbaantjes en zo. Nou, op een dag dacht ik van, ik ga auditie doen bij het Klokhuis. Ik had geen kans dat ik het zou krijgen. Zo. Maar goed, toen werd ik dat dus. En ik dacht toen nog, dat is een heel fijn bijbaantje om te hebben. Want dan kan ik je tussen mijn acteercarrière opzetten. Maar goed, dat moment kan ik me heel goed herinneren. Als wel mijn leven gaat misschien toch nog een beetje bergopwaarts. In plaats van dat ik de rest van mijn leven een soort... En toen dacht jij bergopwaarts, welke hoek dan? En toen dacht je, dat ga ik uitzoeken in het Klokhuis. Dat soort dingen. En later nog 3 op reis. Ja, inderdaad. En waar was je dat je denkt, dit is gewoon... Want 3 op reis is een leuk programma, maar het is ook... om te presenteren, af en toe wel lekker toch dat je denkt... nu zit ik ergens in een heel mooi gebied met een sangria toch... met een leuke geluidsman crypto's. Geluidsmannen hebben we bezuinigd. Ja, maar wat was je favoriete, wat was je meest mooie reis die je gemaakt hebt? Dat is altijd natuurlijk een heel lastige vraag. Maar Groenland was wel vrij indrukwekkend. Groenland? Ja, dat dreigde wel verslagen te mislukken. Want ik kwam daar aan en ik was mijn stem kwijt. Dus eigenlijk moesten allemaal andere presentatoren worden ingevlogen. Want ik kon als presentator zonder stem. Heb jij geplaybacked? Heb jij geplaybacked in Groenland? Ja, ik heb het wel voorgesteld. Serieus? Nee, ik heb het echt nog voorgesteld van... Hallo, welkom in Groenland. Dan... Maar dat was de duurste reis van het seizoen. Het was mijn grote droom om daarheen te gaan. Het was echt, we hebben echt, berg verzet om er te komen en ik kom aan. Op Schiphol zei iemand tegen me, een van de crew, heb je erg whisky gedronken gisteravond? Ik zei, En ik kom daar aan en mijn stem was gewoon helemaal weg. Maar dan kan je echt niks. Dan is ik heb het ook 1 keer gehad, ja. Tuurlijk heeft Harm... Dat was de beste aflevering van ons leven. Oh, weet je dat nog, Jan-Jaap? Wat was dat een rust. Maar ik moet zeggen, toch was dat even je bent ook actrice. Hoe klonk je toen dan? Maar eerst kon ik nog 1 octaaf hier, of zo. Ja. Toen kon ik nog zo met de crew praten, maar die verdwijnt. Welkom in Groenland! Kijk, pingwins! Nee, ik weet niet of er pingwins zijn trouwens in Groenland. Nee? Sorry. Nee. Kijk, er zijn geen pingwins! Maar toen dacht ik over succes gesproken wel dat we einde carrière. Ja. Ik dacht gewoon, nu is het klaar. Maar hoe hebben ze het opgelost dan? Nou, Chris kon niet ingevlogen worden, Geraldine kon niet ingevlogen worden. Niemand kon, dus toen ben ik in bed gaan liggen. Want daar was nou ook geen dokter of zo. En ik heb de enige keer in mijn leven tot God gebeden. Ja, eigenlijk echt. Zo echt. Het was? Zo echt. En jouw stem is toen, was de volgende dag terug. Wauw! Halleluja! Halleluja! God is in Groenland. Halleluja! Dat is de ontdekking. Ja, dat is het. God leeft in Groenland. Ja. Ik ben weer om. Ja. Ga daarheen. Dus je hebt God en de mastodont ontmoet. Wat een leven heb jij. Wat een succes. Ja, het is ongekend. Mensen willen gewoon succes op alle fronten. Ja. Ja, je merkt, mijn zoontje is 4 en die zit nu op een school in Antwerpen. Maar op de juiste school krijgen en zo, dat is allemaal... Het is allemaal heel belangrijk. Mijn zoontje zit ook in een hele fijne school. Ze hebben Pasen gevierd al, want het is over 2 weken en je kunt dat maar beter gehad hebben. En het is een beetje een alternatieve school. Steiner school is het. Steiner. En, Antroposofisch. Hoe? Antroposofisch. Antroposofisch, maar dan dat je het normaal zegt. Ronde hoeken. En ze moeten rondlopen met een stok, met een haantje erop gemaakt van brooddeeg. Ja. En ik was bij een ouderavond, een paar weken geleden. En toen ging de juf uitleggen wat er ging gebeuren met Pasen. Maar er zitten ook kinderen in de klas met Engels sprekende ouders.
Dus ging het in het Engels doen. Dat is heel schattig. ze ging dus vertellen dat the kids are going to walk around with a stick with a cock on it. En ja, je bent in Vlaanderen en dan zeg je dat, je zegt er dan niks van. Dus iedereen heeft een heel kwartier zitten luisteren naar een verhaal met een stick met een cock on it. Terwijl je ook rooster kan zeggen, maar dat had ze die klik maakt. Dus je zag ook een aantal ouders denken, is dit wel een goede keuze voor school geweest, zeg maar. Hoe maar, vrijzinnig is dit? Ja. Dit is wel heel vrijzinnig. En maar ze hebben vandaag rondgelopen met een stick, met een kok. Ja. En mijn zoontje had echt een behoorlijk slechte kok gemaakt. Ja, ja. Wil je dan een vader toch? Voorbeeld naar zijn vader. Ja. Ja, ja. Je neemt er toch een hapje uit, maar het is het was een rare kok wel. Ja. Hey, Casper, jij bent succesexpert, toch? Zo kun je dat zeggen. Ik doe wat coaching op het gebied van succes. Heel veel mensen, wat ik ook zeg, Jan-Jaap, ik denk niet dat dit is waar dit over gaat, hoor. Deze kop. Nee? Over jou, over die schoolsituatie, doet er niet toe. Geluk en succes. Ja, mensen verwarren dat, hè. We zijn allemaal op zoek naar succes, omdat we denken dat dat geluk is. Ik zeg altijd, succes is niet de weg, of succes is de weg naar geluk, als geluk de weg is naar succes. Ja. Niet te lang over nadenken, maar dat klopt zeker. Ja, ik zeg altijd, wat is succes? Succes is eigenlijk dat je een doel hebt en dan ga je kijken van, als je dat haalt, heb je succes. Succes is eigenlijk het resultaat min je doel, snap je wel? Dus hoe lager je verwachting, hoe groter de kans... Die zijn nu al heel laag, kan ik je zeggen. Ja, ja, oké, ja. Nou ja, laat ik het zo zeggen, Peter. Het is heel belangrijk dat je weet waarom je iets doet. Hè. Ik zeg altijd, voordat je weet wat je doet en hoe je het gaat doen, moet je weten waarom je het doet. Hè. Wat is nou de reden waarom je iets doet? Wat is je waarom wat eigenlijk? En als je die hebt, dan kun je kijken naar... Oké, wat is dan de manier waarop ik het moet doen? Wat is mijn hoe wat? En dan ga je kijken naar wat is dan het ding wat ik moet doen met wat wat. Dus van je waarom wat, via je hoe wat, naar je wat wat. Maar dan moet je ook weten, ja, maar wie ben ik, wat kan ik en wat doe ik? Hè? Wat is mijn wie wat wat eigenlijk? Hè? En dan vanuit die wie wat, via je waarom wat, je hoe wat, naar je wat wordt. En dat is belangrijk. Door training wel eens een enorme klap voor jou. Nee, maar ik heb een coach voor persoonlijke ontwikkeling. En ik wil niet vertellen wie dat is, maar hij zei tegen mij... Casper van der Laan, je weet waar je wil staan. Tijdje niks van hem gehoord. Nee. Bellen jullie nu veel? Die zijn ook minder... Telefoontjes zijn niet te betalen. Ja. Heeft hij zijn stem alweer terug? We zijn veroordeeld tot succes. De vraag is, wat is succes eigenlijk en hoe weet je wat je wilt? De Belgische psychoanalyticus Paul Verhagen meent dat succesvolle mooie mensen de standaard zijn geworden, wat tot een dwangmatig streven zou leiden. De jacht op succes zorgt voor faalangst, burn-outs en andere psychische klachten, onder meer bij studenten. In Nederland kregen in 2020 meer dan 1 miljoen mensen antidepressiva voorgeschreven. Even voor de jonge kijkers een tip van Oma Harm. Als je net zo succesvol wordt als ik, dan moet je zo lang mogelijk blijven zitten waar je zit. En als mensen na een paar jaar gaan vragen, zou je niet eens weggaan? Dan doe jij gewoon, zou je niet eens weggaan? Zou je niet eens weggaan? Zou je niet eens weggaan? Net zolang totdat zij zelf weggaan. Yo, wil je meer van dit soort tantoflexen video's? Like, abonneer en word hartstikke lid. Tjalla's en ik spam je later. Laters.